Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting heeft maandagmiddag een werkbezoek gebracht aan het klooster in Veghel. Op het voormalige kloosterterrein van de zusters Franciscanessen in het centrum van Veghel komt een sociale woonwijk met 500 woningen. Een bijzonder project waar wonen, welzijn en zorg worden gecombineerd en jong en oud gaan leven. Nou, ik denk dat het een heel belangrijk plan is. Je merkt dat onze doelgroep, je ziet dat heel veel senioren toch graag in het centrum willen wonen. Beide voorzieningen met een stukje zorg. Je ziet ook dat de professionele zorg langzamerhand tegen zijn grenzen aanloopt. Hè, vanwege personeelstekorten of dat soort dingen. Dus als je dan hier een complex kunt maken waarin je wonen, zorg en ook een beetje zorg voor elkaar. Als je dat wat meer naartoe kunt brengen, dan is dat echt wel een toekomstbestendig concept. De minister werd rondgeleid in het klooster en op het bouwterrein. Hij ontmoette toekomstige bewoners en mensen die er nu al werken. Ook een vertegenwoordiging van de zusters was aanwezig. Zij beslissen heel nadrukkelijk mee over wat er gebeurt op hun voormalige grond. Ze hebben zelfs vetorecht. Ja, dat hebben we afgedwongen, zeg maar, toen we samen de overeenkomst getekend hebben met Senso. Bij de zusters het veto-recht lag op alle initiatieven die hier komen. Wij moeten het wel goed vinden. Want u heeft wel een duidelijk beeld van hoe het moet worden, hè? Ja, een heel duidelijk beeld. Ja. De zusters zijn altijd maatschappelijk begaan geweest met hun medemens. En de ontwikkelingen die hier in dit gebied nu plaatsvinden, die moeten ook duidelijk hun gedachten goed meedragen. Die moeten laten zien dat er omgekeken wordt naar andere mensen. Dat is zoals deze wijk zeg maar een nieuwe vorm moet gaan krijgen. Minister De Jonge is zeer te spreken over het bouwplan op het voormalige kloosterterrein. Ja, zeker. Dit is echt wat je zou willen eigenlijk. Hè? Dat we op zo'n manier bezig zijn met volkshuisvesting. Dat we met elkaar gemeenschappen bouwen eigenlijk. Hè? Heel vaak wordt over volkshuisvesting toch te veel gesproken als over stenen stapelen, huizen bouwen, aantallen halen. Dat is ook belangrijk. Maar eigenlijk ben je bezig een gemeenschap voor de toekomst te bouwen. En dat zie je hier heel goed. Hè? Waar jong en oud zorg kunnen dragen voor elkaar. Mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen geven, zorg kunnen dragen voor elkaar. Dat is wat je hier ziet gebeuren. Ja, en dat is schitterend. In het plan komen 150 sociale huurwoningen en een ontmoetingscentrum in de voormalige kapel. Woningcoöperatie Area wordt hier eigenaar van. Zo wordt in de toekomst de sociale doelstelling van het kloosterkwartier gegarandeerd. Maandag werd de intentieovereenkomst getekend in een hoogwerker, onder toeziend oog van de minister. Overigens duurde het wel even voordat hij weer beneden was, omdat de hoogwerker stuk ging. Wat hier gebeurt, is dat een goed voorbeeld om het ook elders in het land te doen? Ja, zeker. Als je de kans krijgt om dit type gemeenschappen te bouwen met elkaar, ja, dan is dat echt wat ons gaat helpen. Hè. We worden steeds ouder met elkaar. We moeten ons echt goed gaan voorbereiden op de vergrijzing. Dat betekent dat we zeker een derde van de woningen die we neerzetten de komende periode ook woningen moeten laten zijn die geschikt zijn voor ouderen. En zeker het wonen in wat je zou kunnen noemen een hofje nieuwe stijl. Hè. Dus waar mensen naar elkaar kunnen omkijken. Ja, dat is iets fantastisch natuurlijk. Hè. Dus dit is echt prachtig.